ik drukte per ongeluk op noodgeval. Yo beste kijkers, leuk dat we kijken naar een nieuwe aflevering van Lost Buildings. We zijn vandaag vlakbij bij een voormalig verzorgingstehuis. En we gaan allemaal even zien wat hier te beleven valt. Dus ga vooral mee. Let's go. Creepy shit, mensen. Wat is dit geweest? Ja. Hier zie ik een soort balie. Ja, dus ik denk dat dit gewoon echt een verzorgingshuis is. Ja. Dan kan je daar gewoon je aanmelden en dan ben je hier je eigen appartement. Nee, dat ging twee verdiepers. Nee. Oh, hier staat een hele. Dit is wel een aparte ruimte. Met wat graffiti. En een random stoel die daar staat. Heel apart. Dit is echt mega groot. Holy shit. Oh kijk, dit vind ik een interessante kamer. Oh, dit is een soort rondje. Kijk, hier kan je aardig zien, de natuur heeft hier echt zijn werk gedaan. Overal groen. En de jeugd, denk ik. En de jeugd. Wat voor zo'n gebouw is dit? Nou, ik denk dat dit een verzorgingstehuis is. Geweest. Ja, kijk, want daar was ook inderdaad, daar was de buitenplaats. Ja.
hier op de patio. Echt een cirkel. Dit is de enige spiegel die nog leeft. Ja. Alleen de wasbak leeft niet meer. Nee. Dan ligt nog een beetje zeep. Hier nog een prachtige. Nou, een prachtige wc. Ik denk dat dit de douches waren dan. Dit is. Nee, dit zijn douches. Hier konden ze douchen. Een klein tafeltje in. Met een matras en een hele verwarming. Ik denk dan echt dat dit zo'n kamertje is geweest. Ja, dit was één kamertje. Ja, een wasstaand gebouw. Ja, ik denk dat de algemene ruimte was die je daar hebt. Ja. Misschien was dit voor gasten. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja. En dit waren weer douches. Ja, maar hoe kan je het noemen? Kunst? Nou, niet echt. Yo, beste kijkers. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering. Vond je dit nou een toffe aflevering? Vergeet dan zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering later. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out. Leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.